Yo, ik ben Rick en welkom terug bij City Skylines. Dus, onze stad is weer wat gegroeid en dat is altijd fijn. We zitten nu op de, over de, voor was de vorige 3800 populatie. Dus dat is goed, we zitten nu op 4600 en het gaat iets naar beneden. Wat jammer is, maar goed, voor de volgende moeten we 6000 hebben en dan krijgen we weer allemaal gekke dingetjes. Metro, oh dat is wel handig. Harsh prison sentences, ah grappig. Maar dan krijgen we universiteit en incineration en een... prison in totaal en deze high density dingen en dat is natuurlijk altijd fijn. Maar waar ik achter ben gekomen trouwens, zie je ze beneden. Bij je areas heb je zeg maar een zonnetje en een maandje eromheen. Je kan dus zien wanneer het zeg maar dag is en wanneer het nacht is. Super vet op zich. Maar goed, ik heb de bussen werkende gekregen, moet je zien. Mega lange bus, ouwe. dat is toch vet dit. En ik zei tandembus de vorige keer, ben ik achtergekomen. Maar het is natuurlijk harmonica bus, dus een dubbele harmonica bus hebben wij hier rijden. Wat best wel vet is, naar mijn idee. Dus ik heb een beetje weer layout dingen gedaan. Wat wij vrij hebben gespeeld zijn deze tourism specialization dingen. En daar willen we gebruik van maken. Hotels, restaurants en bladibla. Zorg weer voor toeristen. Dat wil ik dus hier zo hebben. En ik heb hier een fietsweg van gemaakt, want die hebben we nu ook vrijgespeeld. Ben benieuwd hoe dat gaat uitspelen namelijk. En dat is dus een beetje het idee daarvan. Dat we daar gewoon een beetje mee gaan oefenen. Dus, nou ja, oefenen. Gewoon even gaan kijken zeg maar, of het wat is. Dus om dat natuurlijk te voor elkaar te krijgen. Vermont Hills. Wat een leuke naam. Moeten we natuurlijk eerst hier een district hebben. Zo. En, oh, dit kan wel zo. Njong. Njong. Zo. En dan gaan we door naar deze kant. Boom. Zo. En dan, oh. Niet weggaan. Zo. Tourism. En, eens even kijken. Dit hier zo gaan wij residential maken. En dan gaan we dit hier zo commercial maken. Ik ben erg benieuwd wat het dus uiteindelijk gaat worden. Zo. Dus we willen het snel genoeg zien, denk ik. Wat ik ook nog heb gedaan. Dus ik heb weer wat toegevoegd trouwens. Een mod. Moet je dit zien? Nou ja, asset eigenlijk. Dit is een ziekenhuisje. Maar het ziet eruit als Pokémon Center. Het is toch gewoon episch gewoon. En dan naar mijn idee is dat wel episch. Ik heb wat industrie toegevoegd en wat van, soort van, ik heb hier verschillende services toegevoegd, dus ze gingen weer upgraden en zo. Dat zorgt weer voor meer banen, dat is een makkelijke manier om banen te creëren, zeg maar. En, ja, het gaat allemaal wel lekker eigenlijk. De bussen rijden prima, 155 mensen in deze bus, in plaats van een standaard 30. Absurd. Deze mod heb ik uitgevogeld. Dus wat ik ook gedaan heb, is ik heb even een aantal bussen weggehaald, want we hebben ze niet allemaal nodig. Dit is je standaardbus. Dit is een normale harmonica bus en de 24, dat zijn zeg maar de dubbele harmonica bus. Die gebruik ik eigenlijk standaard, want weet je, waarom niet? Maakt niet zoveel uit. Zoveel verliezen we niet als we verlies maken, weet je wel. We hebben nog wat vrijgespeeld. Hier, zo dit. De bus terminal. En dit is een heel handig dingetje. We kunnen hier zeg maar meerdere... een soort van centrale hub voor de voor het vervoer, weet je wel, van de bus. Dus die wil ik eigenlijk gaan gebruiken, want het is gewoon vet en het is nieuw. En ik wil hem gewoon hebben. Dus mijn plan is, want dit is eigenlijk... Heel even snel dat water toevoegen. Wow. En daar, zo, boom. Even kijken, wat zijn ze aan het toevoegen trouwens? Best Eastern. Ik weet niet wat het zijn. Octa Hotel. Café. Ah, vet. Ja, wat ik aan het zeggen was. Weet je, we hebben hier een middenpunt. En als je gaat kijken, hier, deze centrale weg die gaat bijvoorbeeld hierheen. Deze centrale weg die gaat wat meer hierheen. Deze centrale weg zal waarschijnlijk hier zo naartoe gaan. En dan deze misschien ook, of misschien hier zo naartoe, of... Weet je wel, en dan deze gaat hier naar beneden. En dan deze gaat dan weer hier zo heen. Je weet niet precies waar we naartoe gaan, maar... Je kan wel zeggen dat dit een beetje het middenpunt is. En...
Nu heb ik een beetje te passen en meten. En als het goed is, als wij dit en dit hier zo weghalen, zou dit hier moeten passen. Kijk. Past toch perfect gewoon. Boom. En nou, eentje eigenlijk naar rechts zo. Kijk eens aan. Oh, dat ziet er niet uit dit. Dat is echt zuur. Als we het dan eens even hier neerzetten of zo. Ah, dat is beter. Echt jammer dat dat dan niet werkt, ouwe. Ja, dat ziet er niet uit. Dan doen we het zomaar. En we gaan dan even alle buslijnen even overnieuw doen. Gewoon zodat het wat beter, nou ja, beter werkt. Misschien niet, maar ik bedoel dat het gewoon leuker werkt. Laten we het daarop houden. Dus wat we even gaan doen is we gaan het stop. En dan gaan we deze kant hier zo weghalen. Zo. En dan wat we ook gaan doen is dan gaan we deze kant hier zo alles weghalen. Jij ook daar. En jij ook. En jij ook. En jij ook. En dan gaan wij die daar naartoe doen. Ze gaan allemaal dezelfde route. Oké. Okay. Dus dan zullen ze wel andere buslijnen doen, hoop ik. Dan maar. Tenminste, zullen ze wel andere stations pakken als er dus meerdere zijn. Tenminste, dat gok ik dan. Waarom doe jij dit? Dat snap ik niet helemaal. Kan je niet hier gewoon oversteken naar deze kant of zo? Oké. Dat is een beetje vreemd. Wat ik dan ook wou doen is even dit. En oh. Ja, deze kunnen we nou weer terug doen eigenlijk. Die hebben we niet zo nodig. En dit hier zo. En eigenlijk moeten we dat dan ook upgraden naar dit. Kaboom. Zo. En dan deze weer uit. En dan hebben we dit nog goed gezoomd. Ja, dat is nog wel goed gezoomd op zich. En dan kunnen we hier zo nog wel wat boompjes en dingetjes neerzetten. Ja, dat is prima. En deze hier zo uit. Deze buslijnen, die werken trouwens als een droom. Echt, geen grap. Werken fantastisch. Maar goed. Wat hebben we dan verder nog? Oké, dus we moeten nog een buslijn hebben. Die dus deze kant op gaat. Zo. 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 En dan zo. Ja, maar prima joh. En dan moeten we nog eentje hebben. Die gaat dan deze kant op. En dan daarheen. En dan daarheen. En ik bedoel, voor het moment werkt het niet echt fantastisch. Want ik bedoel, deze wegen zijn nog niet lang. Maar dat gaat nog veranderen, weet je wel. Dus uiteindelijk wat er dus zal gebeuren is, iedereen zal naar het middenpunt toe gaan. En dan vanuit daar kan je dus kiezen welke je wil hebben. Dat is een beetje de bedoeling. En nou ja, voor het moment kunnen we op zich ook wel. Wow. Weg jij. Kunnen we ook wel hier een lijntje doen. Jong. En dan weer terug daarin. Voilà. Ik hoor een hele hoop motoren dingen buiten. Absurd. Sure. Iets chaotischer dan wat ik gehoopt had. Maar het werkt. I guess. Ja, sure. Laten we eens even zien hoe dat afloopt. Dus we gaan waarschijnlijk wat bussen erbij krijgen. Bussen in use 4. Ja, komt ie maar. Oké. Dus terminal. Dus er gaan hier stop 1, stop 2, stop 3. Eens even kijken hoor. Is er een manier waarop we dit dus echt niet gewoon kunnen verplaatsen? Want dat is een beetje vreemd. Ik heb hiervoor gesaved, dus stel het werkt echt niet, dan kunnen we er altijd nog wat aan doen. Oké, daar is bus nummer 1. Wow, heel erg raar. Oké. Ja.
Juist. Ik weet niet wat ik hier moet vinden. Kunnen we wel gewoon stel bijvoorbeeld online... Nee, ook niet. Oké, laat me even opzoeken hoe dit ding werkt. Fout gevonden! Dus ik heb even het spel opnieuw geladen, want ja, het was gewoon een complete chaos en ik kon er geen saus meer van maken. Dus ik heb even alle extra dingetjes zoals dit hier zo herzonen naar... Of nou ja, het district aanleggen en dan vervolgens dit zonen naar... commercial en bladibla, dat heb ik gewoon even off-camera gedaan. En ja, ik wil het even opnieuw gaan doen. Dus wij gaan even dit hier zo weghalen. Boom, 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 boom. En het punt, hetgeen wat we gedaan hebben, is wij hebben deze neergezet. De busterminal. Maar zoals je kan zien, het heeft geen beschrijving. En alles wat van dingetje zelf is, heeft een beschrijving. En deze heeft het ook. Dus wij hebben gewoon de verkeerde gepakt. Ik had een mod geïnstalleerd ervoor. Want ik zag hem staan en ik dacht van, hé, dat ziet er wel leuk uit. Maar hier, zie je, het ziet er gewoon een stuk al een stuk beter uit. En ik heb even er net getest en alle verkeerslijnen of buslijnen gingen echt een stuk gemakkelijker er doorheen, zeg maar. Woep. En woep. Ja, ik weet niet of we die er dan bij gaan doen. Gaan we die erbij doen? Ja, in ieder geval die gaan we er doorheen doen. Misschien vanaf de andere kant. Ik weet niet, het is allebei een beetje. Ja. Deze kant ging wel goed. Dus laten we dat dan eens even proberen. Zo. Oké, wacht. Wacht. We moeten eerst hierachter eens even die weg gaan bouwen. Moet even kijken hoor. Dus even zo doen dat we precies weer vier... Ja, oké. Dan kunnen we hier tenminste nog wat mee. In plaats van dat we dat er net niet konden, weet je wel. Moeten we dat weer slopen. Dat is precies weer jammer, zeg maar. En dan... Voilà. Kijk, en dan kunnen de bussen hier gewoon omheen loopen, zeg maar. Als ik denk dat dat een stukje makkelijker gaat worden. Ja, dat gaan we dus even niet doen, hè. Oké. En dan... Zoals ik probeerde te doen. Kijk, dat gaat een stuk makkelijker. Het is wel vreemd hoe dit... Hij loopt twee keer. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. En dan zo. En dan hetzelfde met deze even. Wow, dude. Oké, misschien die tweede niet dan. Als we deze dan doen. Ja, oké. Nou ja, één keer per rit is prima dan, denk ik. Oké. Nou, eens even kijken hoe dat dan werkt. Allemaal mensen die opeens verdwijnen. Ja, dat zou gewoon moeten werken zo, toch? En we kunnen het altijd... Ik denk dat het nog te vroeg is om helemaal, zeg maar, alles opnieuw te gaan, te gaan doen. Maar op deze manier zou het moeten werken. Zijn mensen kunnen hier lekker overstappen. Wow. Dat was pijnlijk, denk ik, voor hun. Maar goed. Ah. Mijn hoofd doet pijn. Dus even kijken of we fietsers kunnen vinden. Nou, het zal wel niet gedurende deze tijd op de dag. Maar. Wacht, deze had ik toch ook gemaakt als fietser. Fietserpad. Oké, blijkbaar niet. Dat is vreemd. En die eronder. Oké, nou. Oh, dat is bus. Nee. Circuslijn rood. Deze. Wat? Ja. Dit is de goede. Mimip. Kom op. Je zit er wel. Ja, kijk. Oké, dit is vreemd. Ik wil die fietsers zien. Ja, de fietsers. Fietsers. Oh, dat is echt vet. En weer lekker unfocused. Ik weet niet, volgens mij... Ik heb ergens meegekregen dat dat ook een mod was, maar... Ik weet het niet zeker, eigenlijk. Kijk, hier ook een fietspad. Gewoon voor de gein. Nou, op zich wel vet. Het heeft wel wat, zeg maar. En hier is een kruispunt. Laten we daar eens even vanaf gaan.
Oh, wacht, het is zo'n ding. Ja, dan wil ik eigenlijk wel een kruispunt hebben. Never mind. hier niet. Zo. En hier hadden we ook eigenlijk niks, toch? Nee. En hier ook niet. En hier ook niet. Ik heb volgens mij allemaal gekke dingen gedaan, want het is opeens echt volledig veranderd. Waarom is dit? En daar ook niet. En daar ook niet. Ja, ik weet niet. Het is gekkigheid dit. Maar goed, ja. Het werkt wel zo toch op zich. Hier wat commercial, dus mensen kunnen lekker shoppen. Ik heb hier aan de zijkant twee van die taxistands. Dus je kan ook nog met de taxi, als je dat wilt. 7 van de 9 heb ik in gebruik. Oké, ik heb het budget heb ik even wat lager gezet, want zoveel taxis hebben we nog niet. 2000 budget, wow. Kost dit ding 1000 per maand? Of per week? Ja, 1200. Oh, yo, dat is een hoop. Ja, het zal wel. Over het algemeen verdienen bussen wel goed. Ja, hier. 414 voor de taxis. 400 van de bussen. Oké. Okay. Ja, net lekker. Oké. Okay. Jullie lopen er allemaal naartoe. Ja, ik bedoel, de meesten kunnen ook wel lopen op zich. Dat is het probleem allemaal niet. Ik ben benieuwd wat mensen hiermee gaan doen. Want hier heb je echt mogelijkheden mee. En dan bedoel ik zeg maar van de echte multi setup zeg maar van de... Van, wat? Ja, ik bedoel te zeggen dat mensen hier wel echt vette dingen mee kunnen gaan doen. Ik ben benieuwd wat ze ermee gaan doen zeg maar. Min 52, jeez. Gaan die allemaal naartoe dan? Oh, of daar naartoe. Of naar de middelbare school. Oké, okay, dat is logisch. Dat snap ik wel. Maar zo, bijvoorbeeld als we dan hier... Stel, we gaan hier dus de treinstation hub maken. Dan kunnen we dus een buslijn van daar naar daar toe maken. Zodat mensen rechtstreeks hier naartoe kunnen. Zodat ze hier kunnen overstappen op elke buslijn die er maar is, zeg maar. Tenminste, die we hier hebben. Zou een mogelijkheid kunnen zijn. Eens even kijken hoeveel deze bus... Oh, deze lijn, 150. Oké, okay, oké. Okay. Maasbroek had je daar 5 bussen voor nodig en nou er 2. Echt prachtig dit. Ik hou van deze bussen. Deze bussen zijn echt vet. En ja, je moet handmatig zeg maar al die dingen instellen. Zeg maar hoeveel bussen we hebben, hoeveel interval je er tussen we hebben. Dus hoe lang het duurt voordat de volgende bus zeg maar langs zou komen. En dat is nogal een gezeik, vooral als je straks heel veel bussen gaat hebben. Als wij dat straks gaan hebben. Maar ik bedoel, voor het moment is het prima, denk ik. Het is op zich niet zo'n probleem. En ik wil hier tussen één pad hebben. Oh, niet ondergronds eigenlijk. Dankjewel. Ik kom er net naar gebouwen en dan sloop ik het al meteen. Ja, ik wil er gewoon gebouwen hebben. Oh, wegen bedoel ik. Juist, ja. Wat me ook opviel, is dat volgens mij de bussen op deze buslijnen, die gaan sneller dan de auto's die hier zo normaal rijden. Nou, het valt wel mee eigenlijk. Ja, en hier gebruiken deze auto's ook een beetje de buslijn omdat ze hierheen willen, maar... Ik bedoel, zo'n groot probleem is dat niet, naar mijn idee. Het is een beetje jammer. Maar we kunnen ermee leven. Denk ik zomaar. Oh, telefoon. De station. Oh, dat zegt dan hoeveel... dat zegt hoeveel mensen hier wachten. Oh, dat is sick. Dus op stap 1 zijn er 11. En dan... wacht. Ja, en dan hier zijn er 97. Jeetje. Hoe krijgen we... Ja, dat weg. Dat, nee. Ik wil gewoon normale. Ja. Nou, dat kunnen we dan weer niet zien. Even kijken hoor. Min 47 plus 47.
betekent dat we te veel mensen, of te weinig bussen op deze lijn hebben. En dat klopt inderdaad. Dus dan gaan we bus toevoegen. Dus dan moeten we even selecteren waar we de bus vandaan willen hebben. Dus dat is de bosdepot, zeg maar. Daarna moeten we selecteren welke bussen we willen toevoegen. Dus hier kan je zien, zeg maar, welke bussen we hebben. Dus dat is de Solaris Urbino 24. Dus we willen er nog één. Dat is natuurlijk de meest sikke bus die we hebben. En dan add vehicle. En dan doen we even interval 48, want dat is hoe het suggereert, zeg maar. En dan... Sorry. Oh, nee. Oh. Add vehicle. Niet budget control. Ook al... Enable, disable, budget control. Vraag me af wat het doet trouwens. Maar goed, maakt niet zoveel uit. En dan die andere, waar is de gele? Geel rijdt hier. Ja, ik denk niet dat we daar nou nog een bus nodig hebben. Oh, het heeft 69% van de vehicle. Wow. 26, oké. Okay. Dat is een percentage cardtrip saved, weet je wel. Is handig om in gedachten te houden. Wat ik jammer vind is dat we dan niet bijvoorbeeld hier aan een weg kunnen snappen die dan bijvoorbeeld hier naartoe gaat. Dat de bussen hier dan hier zo, jong, en dan zeg maar zo, dat ze dan zo rijden, dat ze dan de andere kant op gaan, zeg maar. Maar goed, op zich is het niet zo erg, denk ik. Ha. Ja, we hebben op zich wel een aardig startje hoor. Het komt zeker voor elkaar. En dan zeker zodra we straks high density gaan krijgen. Dan gaat het hier te druk worden, ouwe. Oh man. En dan gaan we echt mega veel bussen inzetten. En dan wordt het allemaal leuk en plezierig en aardig. Ja, de fietsers, dat is wel wat hè. Ze rijden ook gewoon over de stoep heen. Ah, dat is niet erg. Is niet erg. Wist je dat trouwens de dag-nachtcycle, dat niet deel van de DLC is, maar dat gewoon echt deel van een update is? Dat is gewoon super sick. Ik bedoel, dat is wel een critischeel deel van het spel, zeg maar, nu. En het zat gewoon bij een update. Absurd. Super vet. Maar goed, ik zie dat ik lang genoeg aan het praten ben geweest. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan zie ik je de volgende keer gewoon weer terug bij City Skylines. Later!